Ah bon, ja, dat is een programma dat loopt al een tijdje. Elke maandagavond, ja. Ja, ook nu maandag, ja. Ja, om 8 uur bij VTM. Om 8 uur bij VTM, ja. Na de reclame. Ik denk dat ik toch maar eens ga uitkijken naar een andere manager. Nooit stond er zoveel hoogspanning op uw kijkbuis als op maandagavond bij Mike Verdrijn. Gabi de Kezel maakt morgen kans op 500.000. Zij is halverwege op weg naar geld en roem. Beleef de ondraaglijke spanning. Kijk mee, morgenavond om 9:30 naar uw tv en de vraag van 1 miljoen. Mimi, over 1001 geslaagde en minder geslaagde uitvluchten om niet te hoeven tellen of bijzitten voor de verkiezingen. Zometeen na de fluis. Welkom in onze speciale verkiezingsstudio, dames en heren. Dit is het begin van een lange verkiezingsavond. Op dit ogenblik wordt er nog volop geteld in de telbureaus. Het eerste resultaat dat we vanmiddag binnenkregen was dat van het Oost-Vlaamse Waarschoot. Niet toevallig natuurlijk, want daar werd voor het eerst in de geschiedenis elektronisch gestemd. Dat verliep vrij vlot, maar toch hadden oudere mensen wel wat last met die vooruitgang. Voor de uitslag van Waarschot en een paar andere uitslagen die al binnen zijn, gaan we naar Mark Dupuy en Ingrid de Putter. Ja, dames en heren, en wij trekken voor de allereerste uitslag naar het westen van het land, meer bepaald naar het kanton Nieuwpoort. Voor de Kamer gaat de SP daar fors achteruit, -7,3%. De CVP boekt een lichte winst van 2,1%. PVV houdt zich status quo, terwijl de VU achteruit gaat, -3,1%. Het Vlaams Blok haalt een winst van 4% en heel opmerkelijk, Rossum behaalt 4,7%. Er ook nog even op wijzen dat de linkse blokjes, de donkere blokjes dus die u ziet, dat gaat over de uitslag van 87. Ja, we zitten al meteen in het arrondissement Roeselare-Tielt, ook nog in West-Vlaanderen. De CVP behaalt een overweldigende winst van 8,1%. Dat zijn uitslagen voor de Kamer. De SP gaat even fel achteruit, -7,1. VU en PVV verliezen lichtjes. Vlaams Blok lichte winst van 2,2. En Rossum van helemaal vanuit het niets, 3,6%. En dan trekken we naar het kanton Waarschoot in de provincie Oost-Vlaanderen. U hoorde het daarnet, hier werd elektronisch gestemd voor de eerste keer was dat. U ziet een duidelijk verlies voor CVP en SP, schommelend tussen 2 en 3%. De Volksunie verliest dik 3%. En dan voor de PVV heeft het Verhofstadt-effect wellicht gespeeld, +3,6%. Ook Rossum en het Vlaams Blok scoren goed. We blijven in Waarschoot en dan voor de Senaat. Erg verdeeld resultaat voor de regeringspartijen. Forse winst voor CVP opnieuw 7,7% en zwaar verlies voor de SP -4,1. Ook PVV verliest ruim 5%. Het Vlaams Blok klimt meer dan 3,4% naar omhoog. En dan trekken we naar het kanton Mechelen. Opgelet, hier zijn nog maar 10 op 36 bureaus geteld. Maar ook hier gaan SP en CVP zwaar achteruit. De SP, die in Mechelen de grootste partij was, die daalt zelfs met 10,2%. Er is zware winst voor het Vlaams Blok, die van 7% naar 20% gaat. Terwijl de PVV status quo blijft en de Volksunie die boert achteruit. We reizen meteen naar de andere kant van het land en naar Voeren, waar een kleine aardverschuiving plaats heeft. Fors verlies voor de CVP, -17,5%, de lijst van de heer Karel Pinksten. En grote winst voor VU, +12,3%, lijst Jacques Gabriels. Ook winst voor het Vlaams Blok, +3,8%, dat hier zo'n beetje van de grond begint te komen. Dat was het voor de eerste resultaten. Terug over naar jou, Danny. Bedankt, Mark. Ja, iets meer dan 7 miljoen Belgen zijn vandaag gaan stemmen. En daaronder ook de prinsen van Luik, prins Albert en prinses Paola. En ook kroonprins Philip volgde hen in het stemhokje. Premier Martens mocht vandaag niet voor zichzelf stemmen. Hij komt op in Brussel, maar woont in Gent en moest daar dus stemmen. Louis Tobak, die we zo dadelijk krijgen. Dat is premier Martens, Louis Tobak. Die mocht in Leuven wel een rood bolletje naast zijn eigen naam zetten. Mieke Vogels deed dat in Antwerpen. En dat was ook het geval voor Gerolf Annemans van het Vlaams Blok. Jacques Gabriels die ging stemmen in zijn eigen Bree.
Tot zover deze eerste flash. Vanaf nu zijn we er om het uur. Uiteraard straks om 7 uur in ons nieuws. En dat zal dan op de sport na volledig aan de verkiezingen gewijd zijn. Graag tot dan. Niks zo gek als die plotse trek in Zottig en Smaaks. Die karamel is Smaaks van Kellogg's. Zottig en Smaaks. Dat kruipt in smaak zo karamel. Zottig en Smaaks. Je smoelt keer op keer, elke ochtend weer Smaaks van Kellogg's. In een volledige ontbijt met Smaaks smelt je voor de karamel. Er is nu een Brown die alles heeft. Een unieke kneedpropeller voor grote hoeveelheden deeg. Maar ook instelbare messen die alles snijden, komkommers. Maar ook dikke, rijpe tomaten. En flinterdunne aardappelschilletjes. En heeft een klopper voor heel luchtig eiwit of slagroom. De Brown Multipractic Food Processor. De mooiste die alles kan. Hoe ik vroeger mijn badkamer schoonmaakte. Met heel veel spierkracht. En het resultaat was niet zo schitterend. Ik zou niet meer in mijn schoenen willen staan. Maar nu is er wat nieuws. Meneer Proper Badkamer. Vergeleken met een crème moet ik niet meer schrobben. En veel minder spoelen. Er blijft geen spoortje achter. En met hetzelfde product doe ik ook de vloer. Welkom, schittering. Meneer Proper Badkamer en nog steeds meneer Proper Citroen voor de rest van uw huis. Heet zeg! Net een sauna. Hier, limonade. Ik heb nog dorst. Nog dorst? Die twee. Die moeten eens punica proberen. Oh ja, punica. Hier, de punica-oase. Met veel fruit en zonder toegevoegde suiker lest punica de grootste dorst. Ah, joepie! Er is nog punica. Ja, er is genoeg voor iedereen. Hé, hey, ik wil ook punica. Kom naar de punica-oase. Meer fruit, minder dorst. Hopeloos, die slasausvlekken. Waarom zijn die hier bij 40 graden ingebleven? Omdat het vet is. Zo'n vieze kraag, waarom lukt het nu niet op 40 graden? Omdat het vet is. Braadolie, waarom gaat het er met mijn poeder niet helemaal uit op 40 graden? Omdat het vet is en omdat uw waspoeder de klus bij 40 graden niet volledig klaart. Tja, maar wat is dan de oplossing? Maar kom af met vet, dankzij de nieuwe Ariel Ultra met zijn versterkte formule. Vetvlekken zijn heel moeilijk weg te krijgen bij 40 graden. Maar de nieuwe Ariel Ultra lost het vet volkomen op. Het resultaat is ultra schoon. Goed zeg, geen spoortjes slasaus meer. Dat is pas een schone kraag. Wat een verschil. Ariel Ultra. En dat op 40 graden? Maar kom af met vet. Met de nieuwe Ariel Ultra.